Pieter Paulus, geboren in Axel, was een van de grondleggers van de Bataafse Republiek en daarmee van onze democratische staatsinrichting. In 1796 werd hij de eerste president van de Nationale Vergadering, het eerste Nederlandse parlement. Ja, hier moet het in de buurt geweest zijn waar hij is geboren, want hier staat de molen. Hij is geboren in het molenkwartier, daar was de brouwerij van zijn vader. Dat zou waarschijnlijk aan die kant geweest zijn, want dit was echt de rand van de stad Axel. Dit is er nog wat van over is. Daar is de molen. Het molenkwartier ligt hier. Daar gaan we even naar kijken. Hier moet die brouwerij gestaan hebben waar Pieter Paulus in 1753 is geboren. Pieter Paulus werd uiteindelijk een van de ideologen van de Nederlandse patriottenbeweging. Een beweging die zich liet inspireren door de Franse revolutie en haar idealen en die zich keerde tegen het erfelijk stadhouderschap, een functie voorbehouden aan de prinsen van Oranje. En dat is opvallend, want dezelfde Pieter Paulus bleek tijdens zijn studie, onder andere in Utrecht, een fanatiek voorstander van de stadhouder, dus van de Oranjes. Tijdens zijn Utrechtse periode, toen was hij enorm stadhouderlijk gezind, prinsgezind, zeg maar, heeft hij zijn eerste boekje geschreven. Was hij nog maar 19 jaar. En dat is dit boekje, we hebben er een exemplaartje van in het gemeentearchief, Het Nut van de Stadhouderlijke Regering. In die tijd het meest verspreide boekje in Nederland. In de winter van 1794 staken Franse troepen de grote rivieren van ons land over en trokken op naar het noorden. Ze hadden de oorlog verklaard aan onze stadhouder Willem de Vijfde. Deze vluchtte naar Engeland. Hierdoor werd de weg vrijgemaakt voor een politieke omwenteling, waarin de patriotten, de tegenstanders van de Oranjes, een belangrijke rol gingen spelen. Met Pieter Paulus als een van de belangrijke voormannen. Hij was inmiddels advocaat aan het Hof van Holland in Den Haag en bleek nu tegen het systeem van de stadhouder. Als advocaat is hij tot nader inkeer gekomen blijkbaar, of althans in zijn ogen. En dan is hij dus een patriot geworden al vrij vroeg. Heeft dan ook eigenlijk een boekje geschreven, wederom, maar eigenlijk in 180 graden staande ten opzichte van zijn eerste werk toen hij nog maar 19 was. Op 19 januari 1795 werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De Axelaar Pieter Paulus was een van de oprichters. De Fransen gaven de Bataafse Republiek in eerste instantie alle ruimte, maar eisten wel Zeeuws-Vlaanderen op en lijfde dat bij hun rijk in. Het hele huidige Zeeuws-Vlaanderen kwam rechtstreeks onder het bestuur te staan dus van Frankrijk, werd bestuurd vanuit Frankrijk. Wij waren een deel van de departement de Lescaut vanaf 1794 en vanaf toen ook al burgerlijke stand trouwens. Maar dat was eigenlijk een beetje we kunnen het verraad van Paulus noemen, dat zou ik een beetje ver overdreven vinden, maar hij gaf wel zijn geboortegrond weg aan Frankrijk. Toch werd Paulus op datzelfde moment wel de belangrijkste man van de Bataafse Republiek. Hij werd in datzelfde jaar namelijk benoemd tot president van de Eerste Nationale Vergadering. Nou, de Eerste Nationale Vergadering was eigenlijk een gekozen parlement, kun je wel zeggen. Er bestond nog, net als we nu de Eerste en Tweede Kamer hebben, de Staten-Generaal, was er toen nog één vergadering, dus één zaal. Notabene werd die vergadering gehouden in de latere vergaderkamer van de Tweede Kamer, de groene bankjes zoals we die kennen tegenover elkaar. Nou, dus die Nationale Vergadering is eigenlijk de allereerste democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. De Nationale Vergadering werd met name opgericht om eenheid tussen de verschillende Nederlandse gewesten te brengen en een grondwet op te stellen. Maar ook de scheiding tussen kerk en staat werd hier vastgelegd. Pieter Paulus maakte dat al niet meer mee. Tijdens de optocht ter gelegenheid van de eerste vergadering liep hij door de kou een longontsteking op, waar hij enkele dagen later aan overleed. Maar ook de Bataafse Republiek was geen lang leven beschoren. Na amper 10 jaar besloot Napoleon zijn broer Lodewijk koning van Nederland te maken. Engeland, dat met Frankrijk in oorlog was, voerde vervolgens in 1809 een invasie op de Zeeuwse kust uit. Deze Walcheren-expeditie liep voor de Britten niet goed af. Zo'n 4000 soldaten stierven aan de Zeeuwse koorts,
toen een mysterieuze ziekte, maar waarschijnlijk een vorm van malaria. Een jaar later lijfde Napoleon heel Nederland in bij zijn rijk. En toen de Franse keizer in 1813 uiteindelijk werd verslagen, keerde de oudste zoon van Willem V op 30 november terug naar ons land. En werden we definitief een koninkrijk. Met Willem I als koning der Nederlanden. De Bataafse Republiek was maar een kort leven beschoren. Toch bleef in de uiteindelijke grondwet veel overeind van de democratische idealen van de Nationale Vergadering, waarvan de Zeeuws-Vlaamse Pieter Paulus de eerste president was.